Ik dacht, eigenlijk ik kom wat vroeger die ochtend, want dan heb ik misschien, want die, die verkenners zitten de hele dag binnen. En dan kan ik nog een foto maken dat die verkenners misschien allebei uit de auto stappen en naar binnen lopen. En dan heb ik ze nog even in beeld. Dus ik deed heel erg mijn best om, uh, um, um, om daar vroeger te zijn. Ik bracht mijn kinderen snel naar school. Ik fietste hier naartoe in de regen. Um, en toen kwam ik op dat binnenhof. Maar... Ja, toen waren ze al binnen. Toch te laat. Ja, dus ik stond eigenlijk een beetje in de regen, in de kou op het binnenhof. Uh, het was niet zo weer als vandaag. Het was gewoon echt wat kouder. En um, ik stond een beetje te balen eigenlijk. Van, goh, ik heb het gemist. Ja. En op dat moment uh, kwam er een, een dienstauto uh, uh, op het binnenhof rijden. Uh, en ik dacht, nou, misschien zit Rutte daarin. En ik ga daarnaast staan. En, en toen klapten die deuren open van de stadhouderskamer. En daar kwam uh, Ollongren ineens naar buiten. En ik dacht nog van, ja... Misschien is ze wat vergeten of zo. Moet ze nog even iets halen? Iets uit de auto is ze nog... Ja, ik heb geen idee. Komt ze straks weer terug? Ik wist op dat moment totaal niet wat er aan de hand was. Maar ik heb voor de zekerheid maar een foto gemaakt. Ja, en, en wanneer zag je dan eigenlijk pas dat die explosieve teksten erop stonden? Dat functie nou, elders? Dat was veel later pas. Want toen ik um, uh, de foto maakte, zag ik wel wat papieren wapperen. Uh, en dan ben ik altijd wel alert. van, hé, hey, uh, 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 daar kunnen dingen op staan. Ehm... Uh, dus dat had ik meteen wel tegen een collega gezegd. Ik, op het moment dat het naar buiten kwam dat ze dat een uh, 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 positieve coronatest had. Toen uh, heb ik snel die foto's doorgestuurd, want ik stond eigenlijk gewoon nog op Rutte te wachten. Ja. Uh, en, uh, en toen heb ik wel tegen een collega van de, van de fotoredactie van het AMP gezegd: van, Hey, let op, volgens mij zag ik papieren. Dus kijk er even naar. Mm -hmm. Ja. En toen M zijn jullie gaan inzoomen? Of hoe, hoe is dat ja, dan gegaan? Dat is eigenlijk pas iets later gegaan. Kijk, ik. Um, ik, 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 ik wist op dat moment uh, natuurlijk nog niet wat erop stond. Ik had die foto uh, opgestuurd en ik wachtte nog even op Annemarie Jorisma. Die kan me ook een verklaring geven. Hè, want uh, de, er is een verkenner met corona. Dus uh, uh, ja, we moeten uh, kijken hoe we daarmee verder gaan. En, uh, en, en daarna ben ik eigenlijk pas uh, gaan inzoomen op die, op die foto.